Hoi, mijn naam is Stan en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Jij hebt een hele fijne vakantie gehad en dan ineens gaat je wekker. Het is weer tijd voor school. En op school moet je weer voor dingen leren. Proefwerken, SO's, tentamens of examens. Zodat je weet hoe je best kan leren, blijf er vooral kijken, want ik heb de antwoorden. Stap 1 is het stampen. Stel je voor je moet begrippen kennen en achter het begrip staat de betekenis. Wat zou je dan kunnen doen, is de betekenis van dat begrip letterlijk uit je hoofd stampen. Maar hoe doe je dat dan precies? Doe je door te herhalen, herhalen en te herhalen. Of hoe je het dus anders formuleert, het in je hoofd stampen. En methode 2 is, zijn flitskaartjes maken. Daar staat op één kant de vraag of een begrip en aan de achterkant het antwoord of de betekenis. Stel je voor, je hebt al je flitskaartje in je hand, waarbij aan de ene kant de vraag staat en aan de andere kant het antwoord. Stel je voor, je hebt dan je vraag voor je neus. Dan ga je in je hoofd dan een antwoord geven. En om dan te controleren dat je antwoord goed is, dan draai je het om. En zo kun je dan weten of je het antwoord goed hebt, ja of nee. Methode 3 is een samenvatting schrijven. Stel voor je hebt een heel A4'tje vol met alleen maar informatie over één bepaald onderwerp. Je gaat niet alles overschrijven natuurlijk. Wat je kunt doen is pak een A4'tje en schrijf de belangrijkste informatie van dat onderwerp op. En als het goed is heb je dan niet een heel A4'tje, maar misschien een half A4'tje. Met de samenvattingen over één onderwerp. Het is veel te overzichtelijker en het is veel makkelijker te lezen. En het is ook niet zoveel trouwens. Over naar methode 4, dat zijn mindmaps. Stel je voor, je hebt een grote toets en daar heb je 3 mindmaps voor gemaakt. Dan kan je die mindmaps overal verspreiden in je huis waar je het vaakst komt. Bijvoorbeeld de eerste op de deur van je kledingkast, de tweede in de badkamer en de derde in je slaapkamer. Of zelfs op je koelkast. Want als je dan voorbij zo'n mindmap loopt, ben je onbewust informatie aan het opslaan in je hoofd. Want je weet al waar het onderwerp over gaat. En tot slot, methode 5 is het overhoren. Je kan best aan je pa of ma vragen om te vragen of ze je willen overhoren. Dan weet je wat je begrijpt en waar je nog aan moet werken als je het even niet meer weet. Dat is ook een methode. Overhoren. Tof dat je hebt gekeken naar deze educatieve video. Vond je deze video leuk, geef dan zeker een blauw duimpje omhoog. Met in een reactie onder weten wat je van deze video vond natuurlijk. En volg ons op al onze social media. En dan zeg ik op zijn Brabant, houdoe.